Ik denk dat we er zijn, jongens. Ik denk dat we bij het signaaltje zijn. Oké, let's go. We gaan hem openmaken. Dit gaat sneller dan verwacht. Yo, Nintendo fans. Daarboven is een signaal en daar zou opa moeten zijn. Welkom bij een nieuwe Splatoon video. Wij gaan even kijken of we daarboven kunnen komen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Als je van Nintendo houdt dan tenminste. Als je niet van Nintendo houdt, ja, dan heb je hier niet zoveel te zoeken. Maar als je wel van Nintendo houdt, ja, dan moet je echt even op die abonneerknop drukken. Drukken? Drukken. Eens even kijken. Wat is dit? De stempelsweeper. Dat ziet er wel sick uit. Die gaan we kiezen voor dit level. Wat? Dit is gewoon een kettingzaag of zo. Vet, vet, vet. Versla de tegenstanders in de mist en bereik het doel in de mist. Oké. Oké, maar hier is het doel al. Is dit het? We worden belazerd. We worden altijd belazerd, verdorie. Maar waar zijn mijn tegenstanders dan? Die moeten hier ergens in de mist zijn, toch? Oh, wacht, ze zijn hier, joh. Hallo? Is hier... Oké, ik ga dood. Ik zit niet op te letten. Goed begin van de video. Jongen. Ja, maar ik zie toch helemaal niks, jongen. Zien jullie wat? Laat even in de reacties achter. Je ziet toch helemaal niks, joh. Sluipschutters. Daar. Kom dan. Oh, mis. Oh, wat een poepwapen is dit. Dit is niet zo'n lekker wapentje, hoor. Ik moet heel erg wennen aan dit wapen. Ik ga eerst... Oh, daar komt hij alweer. Oh, maar dit zijn inklings. Dit zijn mijn matties. Zij kunnen net zo goed schieten als ik. Niet oké. Ik heb niet zo'n lekker wapentje. Ik vind dit geen fijn wapen. Het duurt veel te lang voordat je het oplaadt. Oh, anders kan ik zo slaan. Oh, dat kan ook. Dan ga ik gewoon zo slaan. Misschien is dat beter. Moeten we zeker ook nog naar de andere kant. Aan de andere kant is denk ik ook nog zoiets. Oh, daar beneden. Kom ik daar? Ik heb werkelijk waar geen idee. Oh, wacht. Kijk daar. Ik moet daar naar links. Ik moet gewoon via dit gebied gaan. Hier zijn enemies. Kijk hem daar. Kijk hoe snel die ook is. Oh man, dit wapen. Is niet te doen hoor. Oké, ik ga je wel gewoon halen, ja. Kom dan. Oh, wow. Rustig. Dit werkt niet. Ik vind het wapen niet goed. Niet chill. Misschien moet ik inderdaad ook mijn granaat gebruiken. Waar is die? Hier is die. Lekker. Ja, ik ga denk ik maar gewoon slaan. Ik denk dat dat echt de beste optie is. Oh, er is er nog één. Daar komt hij aan. Met zijn splatding. Oh, maar ik heb ook een splatding, jongen. Oh, nog meer. Er zijn er nog meer. Daar komt hij. Oeh, bijna op je hoofd. Bijna op je hoofd, vriend. Bijna op je hoofd. Helemaal op je hoofd. Lekker. Oké, waar is de volgende? Ze komen hem allemaal halen ook, hè? Heb je het gezien? Oh, ze zijn daar beneden. Oh, oké. Ik ga jullie vanaf hier kapot maken, hè? Lekker, hier. Ik heb je geraakt. Niet vallen. Oh, shit. Zitten ze nou ook op elkaar te schieten of wat zitten ze nou te doen eigenlijk? Ja, ik heb er één. Lekker. Gewoon vanaf hier. Ik ga niet ertussenin staan, jongen. Want dan slopen ze mij sowieso. Ja, ik ga echt niet daar naar beneden. Hier, kijk. Ik word al hierboven bijna gesloopt, joh. Wat is dit voor een level? Ik heb wel een superwapen. Wat kan ik daarmee? Oh, kijk. Dan kan ik gewoon... Oh. Waarom gaan ze niet kapot? Waarom zijn ze niet kapot? Ik schoot toch op hun hoofd. Daar in de hoek staat er één. Daar is er nog één. Help, pak hem. Lekker. Oké, die is kapot. Nog eentje daar? Ja, die is ook kapot. Volgens mij stond er achterin nog één. Die is aan het verstoppen daar ergens, hoor. Ik denk wel dat er nog meer vijanden zijn hierboven. Kijk, zie je? Het is al een beetje paarsje. Oh, nu staan zij boven. Niet oké. Ik ga ook naar boven. Ik zie ze niet. Daarachter. Ja, lekker. Er is er nog één. Waar is die? Ik ben op die heuvel daar. Ik zie je wel. Daar, pak hem. Oh, huh? Hij ging gewoon dwars door me heen. Wat een gek, joh. Maar we hebben hem wel. Nice. Oké. Zijn we er nu? Is iedereen nu een beetje kapot? Of zijn er nog meer? Oh, daarbovenop zijn er nog drie. Oh, maar ze zijn weg. Huh? Ze zijn allemaal naar beneden gegaan. Ik ga jou pakken. Proberen. Oh, wacht. Even terug. Oh, nu weten ze waar ik ben. Kom. Lekker, die is kapot. Er staat er nog één. Op mij te wachten. Lekker. Heb ik ze? Of is er nog één? De laatste. Oh, de laatste. Echt de allerlaatste. De laatste die is nu ook kapot. Lekker. We hebben een leveltje gehaald hoor. Oh, ze verlost. Dit duurde wel lang trouwens. Want ja, nou ja, zelfs met dit wapen hebben we het gehaald. Lekker. Welk wapen gebruik jij eigenlijk in deze game? Ik denk niet deze, hè? Hoeveel kost dit? 1100? Ben je gek? Ik ga niet 1100 betalen, hè? Hey, ik heb hier een upgrade ding gevonden uit het kistje. Lekker. Heb ik er nu 3 van? Ja, ik heb hier nog steeds 5 nodig. Of 8? Oh nee, ik heb er 4 nodig hier. Nog eentje. Waar ga ik naartoe als ik hierop druk? Ga ik dan... Dan gaan we daar naartoe. Let's go. We moeten tenslotte naar dat signaal daarboven. Dus we moeten steeds verder omhoog. Dan moeten we deze weghalen. En dan... Oké, dan kunnen we nog verder. Alleen niet zo heel veel zalmeitjes meer nu. Dus we moeten sowieso een leveltje gaan doen hier, denk ik. Hier kunnen we naar boven. Zijn we er al? Nu al? Geloof ik niet. Ik denk dat we er zijn, jongens. Ik denk dat we bij het signaaltje zijn.
Serieus? Oké, let's go. We gaan hem openmaken. Dit gaat sneller dan verwacht. Schaduw, schurken, streken. Zou Ray hier zijn? Ik bedoel, we hebben Muriel al gehad en die andere hebben we ook al gehad. Is dit... Ja, dit is Ray, hoor. Hij staat klaar, hij staat klaar. Ik vind Ray wel vet. Hij zegt, hey, wacht eens even. Hallo, Ray. Oh, ben je boos? Tengels af van die schat. Dit is niet van jou. Ai, ik wil niet met je vechten. Maar als het moet... Wow, voor Splatsville! Oh my gosh. Kijk hem gaan. We moeten gewoon echt tegen hem. Niet eens tegen een hulpje van hem of... Oh, wat zo? Dit doet me echt denken aan Super Mario Sunshine. Daar heb je ook zo'n level waar op een gegeven moment de vloer helemaal bezaaid is met wezens en zo. En, ja, precies dat. Dit is precies als in Super Mario Sunshine. Oké, eerst even me opladen nu en eventjes mezelf wat ruimte gunnen. Hopelijk als ik die krijg van Ray. Ray gaat helemaal los, verdorie. Oké, Ray, kom dan. Hier, kom maar. Oh my gosh, allemaal mini-race. Mini-race. Ah, ik ga eventjes dit doen. Zo, hoppakee. Oh, dat kan ze bij. Ik had er meerdere. Ja, hier, Ray. Pak hem. Lekker. Oh, dit is wel leuk. Dit is wel tof. Ray is echt heel fraai. Je bent niet slecht. Nee, dat dacht ik ook. Maar ik zal niet verliezen. Ik heb te hard getraind om nu te verliezen. Nou, ik ben benieuwd naar zijn trucjes. Hij heeft sowieso veel trucjes. Gelukkig is de vloer weer gewoon lekker normaal. Ik begin met een granaatje, denk ik. Zo, erbovenop. Oh, dat was een Selmini die ik gooide. Dat was geen granaat. Oké, wacht even. Mezelf ruimte gunnen ook. Mezelf ruimte gunnen. Opladen. Oh, kijk. Hij komt nu keihard op ons af. Oh, kapot maken. Hoe kleiner ze zijn, hoe sneller ze ook zijn. Oh my gosh. Ray, ga weg. Ga weg, Ray. Geen gekke trucjes doen, vriend. Geen gekke trucjes doen. Rustig aan. Alle kleine raidjes kapot. Nog meer kleine raidjes kapot. En... Bing! Lekker. Oké, cool. Oké, we gaan goed. We gaan top. Beetje opladen. Beetje ruimte gunnen. Oh, pas op voor die granaat. Lekker. Oké, daar komt hij. Mini Ray. Ah, gun me ruimte. Mini Ray kapot maken. Lekker. Nog meer mini Rays. Allemaal kapot. Ah, wegwezen. Laat me met rust. Laat me een beetje opladen, alsjeblieft. Ga weg, Ray. Ga weg. Ja, we hebben hem. Lekker. Oké. Ik denk nog één ronde. Maar nu gaat hij sowieso helemaal los. Dit is wel een leuke boss battle. Maar ik heb meer moves. Nou, laat maar zien, Ray. Hij gaat zijn reputatie nu waarmaken, zegt hij. Oh, dit is wel lastig, ja. Want nu, kan ik hier dan opspringen? Ja, ik kan hier wel opspringen, gelukkig. Oké, go. Oh, wat was dat? Oké, deze mini-raidjes die zijn kapot. Top. Oh, hij komt opeens achter me. Die big-ass grote Ray is achter me. Gun me ruimte, Ray. Gun me ruimte. Oké, hij is nu echt flinke trucjes aan het doen, hè. Ik moet hier even weg. Oké, kom dan. Dan doen we het wel zo. Dan doe ik wel mijn ult. Oh. Mini-raidjes wegwezen. En ruimte gunnen en opladen. Heel nice. Nou, we gaan tot nu toe op zich wel redelijk. Redelijk, badoemts. Ik ga redelijk, Ray. Hoe ga jij, Ray? Ga je ook nog goed of niet? Of ben je bijna kapot? Oh. Nee. Weg. Lekker. Oh, ik heb nog net gered of zo, maar... Nee. Oké, ult gebruiken. Noodoplossing was dat. Wegwezen nu. Wegwezen. Ze zitten echt allemaal op mijn hielen gewoon nu, hè. Weg. Ga weg, Ray. Is dit de laatste? Zou dit de laatste zijn? Ja, het is de laatste. Maak hem kapot. Woe! De kapitein vindt dat je het knap hebt gedaan, zegt agent 2. Nou, ik ook. Ik zat daar heel erg in het nauw. En oh, Ray vindt zichzelf een flop. Je hebt het goed gedaan, Ray. Ik ben trots op jou. Je bent de baas. Ai. En weg is hij. Doei. Maar we hebben ongetwijfeld... Wel, een nieuwe schat gevonden, toch? Ik weet niet wat we met die schat kunnen. Het lijkt allemaal op meuk. Op grote meuk. Maar we hebben nog steeds opa niet gevonden. Aha. Zegt agent 2. De kapitein zegt dat je het echt klasse gedaan hebt, agent 3. En die tirade over deepcut was ook de moeite waard. Duurde alleen een beetje lang. Hé, daar is opa. Hoort iemand mij? Hallo, over.
Opa, we horen je. Niet luid en duidelijk, maar we horen je. Wat is er? Alles oké? Okay? Hoe staat het met jou aan de andere kant? Ik heb dat dekselse ding weer aan de gang gekregen, zegt opa. Oké, hier komt mijn status. Ik ben hier opgesloten door iets of iemand die zich Ted B noemt. Klinkt als een loesje figuur. Maar waar ben ik? Geen idee. Maar mijn linkerknie steekt als een stekelbaars. Redelijke essentiële informatie wel. Dus ik moet ergens heel hoog zijn. Nou, een nuttige aanwijzing, zegt agent 2. Oké. Ted B praat. Die zegt, die gammelijke knie van je mag onze locatie dan wel hebben verraden. Maar vergeet het maar als je soms denkt dat wij je daarvoor gaan vergoeden. Voor die kapotte knie. Ik zal de legendarische aanvoerder van de kraakcommando's in elk geval niet zomaar onderschatten. Misschien moet ik nu maar met je afrekenen voordat je echt op mijn zenuwen gaat werken. Hé, wat was dat? Wat denk je dat je aan het doen bent? Ah, zegt kraak. Wat is die aan het doen? Zit die kraak aan te pakken? Zit die open aan te pakken? Ted B is open aan het aanpakken. Moeten we daar naartoe? Moeten we naar die space shuttle? We zullen op de een of andere manier moeten binnendringen in die raket. Ben je er klaar voor? Nee, want dat gaan we doen in de volgende aflevering. En als jij dat ook wil zien, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video. Die wordt spannend. Mazzel!